helemaal. Vandaag neem ik jullie mee naar Primark in Amsterdam. Ik ging met mijn vriendin een dagje shoppen. En ik was helemaal blij dat ik gelijk bij binnenkomst dit hemdje zag hangen, want daar was ik naar op zoek. Voor 12 euro. En dit vond ik een super schattig tasje. Wel jammer dat hij zilveren ritsen heeft en niet goud. Maar wel een heel leuk modelletje. En deze is 10 euro. Dit is ook een heel leuk tasje. Zie ik echt voor me op het strand. Echt een beetje van zo'n beachtasje. En die is 12 euro. Deze pop had een hele mooie broek aan. Die heb ik ook gepast, maar helaas was het niks. Ik vond hem wel heel leuk staan bij die pop. Dit zijn van die houdertjes om neer te zetten. Daar kun je pen in doen of kwasten of wat dan ook. Voor 6 euro. Die had ik eigenlijk niet eerder gezien bij de andere Primark. Vond ze wel heel leuk. Die bloemen ook heel leuk met dat geel. Dit zijn van die hele kleine mini-spiegeltjes. Leuk om neer te zetten. En er zit ook een twee keer vergrotend deel bij voor 4 euro. En dit is voor 7 euro zo'n leuk dienbladje. Kan je ook allerlei geurtjes opzetten of je cosmetica. Ziet er gewoon heel gezellig uit. En hoe cute is dit bad eentje? Een bruisbal voor in bad. Of deze mooie met dat goud bovenop voor 2,50. Dat eentje was 1,50 trouwens. En hier hebben ze ook nog zo'n bruisbal van Harry Potter voor 2 euro in het goud. En zoals je ziet zijn er nog veel meer soorten. Dit is een ideaal reissetje met van die kleine reisflesjes en potjes voor 6 euro. En hier hebben ze nog een andere set. En die flesjes zijn uitklapbaar, dus die kan je groter maken. Dat is ook super handig. 5 euro is dit setje. Deze vond ik ook super cute met aardbeidjes. Er hangt ook zo'n leuk aardbeidje aan dat ritsje. Ik hou van die transparante tasjes. Deze was 5 euro. En dit is een soort roterende beauty organizer. Ik kon hem niet zo heel goed in beeld krijgen omdat het heel erg spiegelt. Maar die was afgeprijsd voor 7 euro. Ik vond er wel heel mooi uitzien. Dan gaan we even naar boven. En daar zag ik deze blouse. Hij hangt bij de bikinis, bij de badkleding. Dus ook heel leuk om over je bikini te dragen. Hij is wel heel transparant. En hij is 10 euro. Dit vond ik een hele leuke strandhanddoek. Beach towel. Heel leuk met dat printje met al die kleurtjes. Daar word je toch helemaal vrolijk van. En die was 9 euro. En ze hadden nog veel meer beach towels. En allerlei leuke kleurtjes. Daaronder ligt nog ook een soort tijgerprintje, panterprintje. En dit is een bikini bag. Dat is super handig om je natte badpak of bikini mee te nemen. Dan zit het niet nat in je tas. En die zijn 3 euro. Dit vond ik een hele leuke bikini. Wit met zo'n leuk beige randje erlangs. En dit topje is 8 euro. En hier een bijpassende broekje. Met van die touwtjes aan de zijkant die je moet knopen. En die was 6 euro. Dan heb je voor 14 euro een superleuke bikini. Dit vond ik ook een hele leuke trui. En die was 13 euro. Echt een beetje zo'n oversized trui. En hoe cute is deze met Woodstock van Snoopy? Met zo'n bloemetje. Vond ik ook erg leuk. Deze was 12 euro. Dan in Amsterdam hebben ze echt ook truien met Amsterdam erop. Dus dat is wel heel grappig. Natuurlijk ook voor alle toeristen. Deze pop had een hele leuke strandjurk aan. Een beetje zo'n transparante jurk. En die zag ik hier hangen. Dus ik ging even kijken hoe duur die was. En deze is 12 euro. Dit vond ik ook een heel leuk jasje. Brooklyn. 30 euro. En aan de mouwtjes ook nog zo'n groen randje. En datzelfde jasje heb je dus ook nog in het zwart. Met California erop. En die is ook 30 euro. Dit vond ik ook een gaaf pak. Met dat lichte roze. Echt mijn favoriete kleur. 16 euro voor de broek. En dit jasje vond ik er ook heel mooi uitzien. Mooi stevige stof. Voor 24 euro. Dus dan heb je voor 40 euro een compleet pak. Hier hing een heel schattig jurkje met lange mouwen. Ik moet eerlijk zeggen, de kleur komt op de camera iets anders over dan die het echt was. Want ik vond het wel een hele mooie kleur.
En het jurkje is maar 10 euro. Echt een mooie prijs. En dat is ook hele leuke sandaaltjes, zowel in wit als zwart. Voor 11 euro. Ideaal straks voor de zomer, als het weer eindelijk mooi weer wordt, waar we allemaal wel aan toe zijn. Vond ze er wel mooi uitzien, die sandaaltjes. En uiteraard zijn de zwarte ook 11 euro. En hier hingen nog een soort slippertjes. Zien er ook leuk uit. Ook 11 euro. En die heb je ook weer in het zwart. Met een beetje van dat gevlochten materiaal. Dan een soort All-Stars. Maar dit is niet van stof, maar echt een beetje van dat, in dit geval nepleer. Het voordeel is wel dat je daar heel makkelijk een doekje over haalt en dan zijn ze weer schoon. En dat stof, als dat eenmaal vies is, dan kan je er niet meer zoveel mee. Ze zijn 12 euro en ze hebben ze ook nog in het zwart. En in die beige kleur dus. Dit vond ik hele leuke zomerhoedjes. Met zo'n rafelrandje er langs voor 7 euro in het wit. En hij hing hier ook nog in een spijkerkleur. En die is ook 7 euro. Dit is een soort planner. Vrij groot, heel stevig. En hier heb je allemaal tabbladen met allerlei verschillende maandoverzicht, weekoverzicht. Kan je helemaal zelf invullen, dus dat is wel heel handig. En die heb je ook in allerlei verschillende kleurtjes. Hier in het zwart. Hiernaast nog in het groen, een beetje croco. En in het roze. En die zijn 7 euro. Ook heel veel leuke etui's zag ik hangen. Vooral deze vond ik heel leuk met die bloemetjes. Ik hou altijd van het transparante. Ik weet niet wat het is, maar daar heb ik echt een zwak voor. En deze was maar 3,50 euro. Dat vond ik wel meevallen, eerlijk gezegd. Dan gingen we even naar de home afdeling. Hoe leuk is die slinger? Happy Easter. Echt super schattig. Heel veel droogbloemen. Hier links nog allemaal plantenpotjes en vaasjes. Allemaal in de aanbieding afgeprijsd. Deurknopjes in allerlei soorten. En hier hing ook een heel schattig paashaasje met allemaal bloemetjes erop. 10 euro. Vond ik er ook wel heel gezellig uitzien. En toen kwam ik dus die verpakking van die vlaggetjes tegen. Happy Easter. Ik heb echt getwijfeld. Hij is 5 euro, maar ik vond de oranje kleur ertussen niet zo leuk. Er zitten ook oranje bolletjes tussen. Dat past niet echt bij mijn huis. Dan een grapefruit en lemonkaars in een hele leuke roze verpakking voor 3,50 euro. Die vond ik echt super leuk. En hier zo'n bobbelkaars, maar dan met hartjes. Ook heel erg leuk. Die is afgeprijsd voor 2 euro. En hier een kaarsje in de vorm van een hartje. Het zal waarschijnlijk allemaal voor Valentijnsdag geweest zijn, want dat is nu allemaal afgeprijsd. Ook deze kaars is 2 euro nu. En deze vond ik ook heel leuk om op te hangen. Dan kan je natuurlijk ook gewoon zo'n vaccinelichtje op batterijtjes in doen en dan ergens ophangen. Dat ziet er wel heel gezellig uit. Of een leuk plantje kan er natuurlijk ook in, net wat je leuk vindt. En deze zijn maar 3 euro. Vond ik echt niet duur. En als laatste kwam ik nog dit leuke rugtasje tegen. Heel mooi met dat zwart en goud. Lekker compact. En die is 8 euro. Echt een mooi tasje. Nou, we hebben inmiddels afgerekend en we gaan weer even verder. Hier lopen we op de Dam. Het is best druk. En het is niet heel erg fijn weer, maar het is in ieder geval droog. En daar is Madame Tussauds. We zijn de Kalverstraat ingelopen en toen zijn we nog even bij Kalf en Bloem lekker een tosti gaan eten. Inmiddels ben ik terug van de Primark en ik heb een paar dingetjes meegenomen. Ik zal het even laten zien. Als eerste dit en etui, pencilcase, van die leuke bloemetjes erop, die vond ik wel heel schattig. Ik heb eigenlijk al best veel van dit soort dingen, maar deze was 3,50 euro en dat vond ik nog wel een redelijke prijs. Dus ik dacht, nou, die neem ik mee, want ik ben gewoon gek op die bloemetjes. Dit is hetzelfde printje als waar ik toen mijn dekbedovertrek van heb gekocht. Daar ben ik ook heel blij mee. Dan nam ik dit koordje mee voor aan je telefoon.
heb dat eigenlijk nooit aan mijn telefoon, maar ik zie dat wel eens voorbij komen. Ik vind dat best handig. En ik vond deze kleurtjes gewoon heel vrolijk voor de zomer en voor het voorjaar. Dus die heb ik ook meegenomen en die was 2 euro. En als laatste nam ik dan nog dit leuke hemdje mee. Die had ik geloof ik op TikTok of zo voorbij zien komen. En die vond ik wel heel erg leuk. Maar in 2 filialen waar ik geweest was, daar had ik hem niet gezien. Dus toen ik in Amsterdam binnenkwam en hem zag hangen, was ik gelijk helemaal blij. En ik heb hem in maat S. En deze was 12 euro. En ik zal jullie nog even een foto laten zien dat ik hem aan heb. Dan waren dit keer al mijn aankopen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. We hebben een leuke dag gehad in Amsterdam. Lekker geshopt overal en rondgelopen. En ik ben blij dat ik dit hemdje nu gevonden heb. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat nog even een leuke reactie achter. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En dan zie ik jullie graag weer bij mijn volgende video. Bye bye!